Snoopy. Met glazen huis bodegraven. Dit is toch echt de eerste keer dat ik het tegen je zeg, maar pet je af. Bas, weet jij dat heel toevallig? Of die B.O.B. nog leeft of wat hij doet deze dag? Nou, ik hoor er weinig van. Ja, ik zat laatst op de dek. Die man is gewoon verdwenen. Van de roddor. Hey, gaan we volgende week even kijken. Ja, zullen we op gaan sporen? Ja. Bas en Bas, de zoektocht naar B.O.B. Ja. Hey, ik heb ondertussen mijn Jack Parapet al even opgezet. Ah, kijk eventjes mee vooral op tv. Het gaat bijna fout, hè? Goed. Hoezo gaat het bijna fout? Kerstboom zit bijna in je pet. Ja, dat is zeker. En weet je, ik ga even een soort opera uithangen. Gratis schaduw voor iedereen! En Bas, je hebt de kranten doorgelezen. Dus Bas, nieuwsberichten! Ja, even een... kijk. Een luchtig stukje nieuws. Na al dat zware nieuws vandaag natuurlijk. Emiel Ratelband heeft honger. Oh ja, joh. 500 euro voor degene die mijn konijnen terugbrengt, zegt Emiel Ratelband. De is er ziek van dat zijn 7 geliefde huisdieren zijn gestolen voor hun kerstmaaltijd. Is dat zeker? Dat staat hier, dus daar gaan we vanuit. Hoe weet hij dat zijn konijnen zijn gestolen voor een kerstmaaltijd? Laat er zo'n briefje in het hoofd. Ja, nee, misschien heeft hij zichzelf nodig voor de maaltijd. Maar was dat niet het verhaal dat inderdaad dat hij ze nodig had voor de maaltijd en dat die dierenactivisten die beesten hebben gered? Ik zou het best willen geloven, ja. Maar volgens mij is dat verhaal dat komt me bekend voor. Oh, die perlpet, het is een pet, sorry, voor met een klep van ik denk 30 centimeter, misschien als het niet meer is. En ik sla echt overal tegenaan. Ik ging laatst autorijden met dat ding, dat was lachen, joh. Voor de omgeving vooral. Ja, ik wou het zeggen, ja. Erland Galjaard is uitgeroepen tot de machtigste mediabaas van